be vibing. The reason why it's bad, I know that we will never last. No, I can never get attached. I know it might hold me back. Hi, I'm with Louisana. Question of today is. Met wie ben ik? Louisana. Ik heb twee vragen voor jou. De eerste vraag is: heb je al met de jongen gesproken, toch of niet? Ja. Of wil je dat? Nee. De vraag is: met hoeveel jongens heb je tegelijkertijd gesproken? Drie. Nee hoor. Ik ben eerlijk. Kooi, ik loef dat ook. Welke rol had elke jongen? Laat me zeggen, wie was wijfelsoortig? Wie was die zij? En wie was gewoon die guy die met wie je gewoon geen dolle gooi? Je wou gewoon leuk hebben gewoon, als je vulde. Boy 1, boy 2, boy 3. Oké, was wel echt zeg maar gewoon flirty, maar niet echt serieus. Die tweede was wel van meet en zo. Meeten? Wat geef je? Gewoon FaceTime, Gewoon normaal FaceTime. Not the cap. En die derde was gewoon onserieus dingen. End up as friends. Oh, friendzone. Ja. Hey, boy 3, ben geen friendzone man. Zeg je eerlijk, maar. Er is altijd een eentje. Er is altijd iemand. Je moet dus loyaal. Ja. Dus jij ook. Hey. Maar niemand is serieus. Nee. Dus misschien wou je met boy 1 wel serieus, maar het ging niet. It ended up like trash. Kon hij het nog goed maken? Kon hij het nog herstellen? Nee, we good. Wat heeft hij gedaan om het te verpesten dan? Gewoon verwaarlozen. Geen man van zijn worden. Jammer dit man, jammer dit. Nee, het is goed, wil je nog een SO doen? Nee, vriendin of zo. Nou, boy 2. Nee. Dan je met? Misha. Marissa. Oké, dames, ik heb twee vragen voor jullie, toch? Je hebt wel met boys gesproken, toch? Ja. De eerste vraag is, met hoeveel boys hebben jullie tegelijkertijd gesproken? Twee. Eén. Eén? Ja. Met tegelijkertijd? Nee. Gewoon normaal, hè? Gewoon normaal. Gewoon normaal, nee. Eén. Okay, dus jij bent die loyaal, jij bent die engel. Zeker. Laten we zeggen, met welke rol hadden die twee boys? Ik had ze eigenlijk allebei duidelijk gemaakt dat het niks zou worden, maar we bleven gewoon. We bleven gewoon doorgaan. Niemand heeft gehad daar? Nee, niemand. Maar hoe komt dat dan? Zeg maar die vibe of. Zo in de ver. Maar niet gewoon die long distance. Nou, ik vind het niet speciaal erg, maar ja, ik weet niet. Ik wil liever gewoon iemand die dichtbij is, dat ik hem vaak kan zien. Niet dat ik om in 2,5 uur moet reizen om die persoon te zien. Het is moe. Nee, ik hoor dat gewoon, man. Dus eigenlijk was het gewoon omdat je vervulde eigenlijk, uiteindelijk. Ja, technisch. Tijd verspillen. Ja. En hun vonden het gewoon normaal, gewoon. Vonden het gewoon raar. Nee, hun vonden het gewoon oké. Ze hebben gewoon gezien, weet je, we kunnen elkaar wel afspreken en zo. Ik zeg ja, maar dan moeten jullie wel naar mij komen. Wat kon de Theo iets echt proberen? Wat kon de Theo wist je van, hij wil maar eigenlijk dit, hij wil alleen dit voor mij en dan klaar? Allebei wel. Allebei? Ja. Hey boys, kom op man, dat kan niet toch? Haka. Nee joh, maar uiteindelijk is het echt niks geworden gewoon. Nee, ik heb nog wel contact met hem, maar dat is gewoon echt. Ah, is gewoon normaal. Ja, gewoon normaal. En jij bent die engeltje. Laat me even. Naarte. Emma, bij die ene boy gebleven. Ja. Is het iets geworden of is het? Nou, het is nu een paar maanden uit. Maar je praat nog met hem gewoon om te kijken? Nee, niet meer. Kan hij hersteld worden? Dat weet ik niet. Ik laat het gewoon, weet je. Als hij nog überhaupt iets met mij wil, vind ik dat hij van zijn kant moet afkomen. Nee, kon je echt, man. Hey, neem een voorbeeld van deze Emma. Hoe is het ook weer? Nee, is goed. Wil je nog een SO doen? Je mag best mijn Insta voegen, maar voor de rest d.dmac. Ja, hey? SO naar mijn ouders, man. We zijn maar alles. Oh. Kusjes nou. Ze gaan het niet zien, dat hoop ik. Nee, is goed joh, dankjewel. Yo, vandaag ben ik met Sao. Mo. De vraag van vandaag is, met hoeveel dames hebben jullie tegelijkertijd gesproken? Twee. Man, ja man. Jij? Stop the cap. Lekker man, sterk. Ja toch. Wat voor rollen hadden die twee dames? Kom uit Rotterdam Zuid man. Ik kan niet te veel zeggen nou. Weet wel hoe ze zijn daar zo man. Oh, dan ga je gelijk vanuit. Die is alleen maar druk en wegwezen jij. Toen ik erachter kwam wat daar intens waren, kon niet man. Nee man, ik hou het ook heel erg nu. Focus je alleen op jezelf, niet ja. Op dames. Ja man, op mezelf echt geloof. Lekker man, sterk. Maar ja toch, willen jullie nog een SO doen? Nee man, eigenlijk niet. Nee man. Ja, ik heb SO naar alle mensen Palestina. Free Palestina. Klaar. Ja man, free Palestina man. Palestina, ja toch. Yo, vandaag ben ik met Luciano. De vraag van vandaag is, met hoeveel dames heb je tegelijkertijd gesproken? Shit.
Volgens mij twee, man. Twee? Ja, man. Wat waren die rollen van hun? Zo, ik weet niet eens meer, man. De laatste tijd ben ik meer op mezelf en zo. Oh, dus ja. Je sprak met hem, maar je weet niet meer. Bro, ik ben al lang niet meer met iemand of bezig of zo. Ik heb net rela gehad van 5 maanden of zo, 6 maanden. Oh. De laatste tijd ben ik meer op mezelf en zo. Met die rela was je loyaal? Oké. Maar daarvoor misschien? Daarvoor volgens mij wel. Vast wel. Heb je een beetje lopen schaatsen, zeg maar? Misschien wel, misschien niet. De laatste tijd ben ik meer op mezelf en zo. Hete speler. Wat waren die rollen eigenlijk van die twee chickies? Ja, toch? Je weet sowieso wel. Ik weet wel, volgens mij eentje woonde ver van mij. Had ik geen zin om helemaal naar daar te gaan elke keer. En dan eentje woonde gewoon dichtbij. Ander die van dichtbij was even snel, ja, toch? Snel drukken en dan weer door. Ik ga geen uitspraken doen, bro. Ja. Vaders, kijk ook mee. Ik hoor je. Ja, wil je nog een SO doen? SO naar deze boys, Dripsaus. Abonneer op ze, abonneer op mij. Weet je toch, ik heb hen ook geïnterviewd. Abonneer op zijn kanaal. En ja. Link staat in de bio. Linkje staat in bio. Ja toch, en rustig.